Wat bieden de vier jaargetijden jou? Zomaar een vraag. Zou u een antwoord kunnen bedenken? En weet u waar die vraag vandaan komt? Nee, dan heeft u nog niet op een buurtbankske in Landert gezeten. Want daar is een dergelijke vraag te vinden. Onlangs werden ze officieel geopend in Reek door wethouder Rini van Rinsum. De bankjes zijn bedoeld om erop te gaan zitten, dat spreekt voor zich. Maar ook om er te buurten. En op een aantal van die bankjes staat een vraag om over na te denken. Nou, welkom Rini, ook welkom hier bij het bankje in Reek. We zijn hier voor de opening van de buurtbankjes, het project de buurtbankjes in Landert. En dit project is ontstaan vanuit de werkgroep Samen Erbij. Dat is een onderdeel van de integrale preventieagenda in Landert, Samen Landert, Samen Beter. En vanuit het project, vanuit de werkgroep Samen Erbij, strijden we eigenlijk tegen eenzaamheid. En we zijn ook aangesloten, de gemeente Landert is aangesloten bij het landelijk actieprogramma 1 tegen eenzaamheid. En vanuit daar is een subsidie beschikbaar gesteld en hebben wij een project ingediend voor buurtbankjes. En wat eigenlijk onze bedoeling was, is dat we eigenlijk wilden laten zien hoeveel bankjes er in de kern zijn. En dat er mensen, ook minder mobiele mensen, best kunnen gaan wandelen en dan regelmatig gewoon lekker op een bankje kunnen gaan rusten. En we willen eigenlijk bewegen stimuleren, omdat bewegen, het is bewezen dat bewegen op alle fronten van kwetsbaarheid een positieve invloed heeft. Dus eigenlijk de reden waarom we dat hebben gedaan. En we wilden ook heel graag combineren met een sociaal aspect. Dus we hebben het inderdaad de buurtbankjes genoemd. En dus we hebben naast de inventarisatie van alle bankjes, hebben we op een tiental bankjes een inspiratietekst geplaatst. We zullen zo meteen eentje gaan onthullen bij dit bankje. En we hebben ook in elke kern minimaal één nieuw bankje mogen plaatsen. We zijn eigenlijk heel blij hoe dat gegaan is. We hebben met een hele flinke projectgroep hieraan gewerkt, waaronder ook de preventiewerkers, waar Gertie ook van aanwezig is, hè, van als preventiewerker vanuit de Reek. Maar ook Landen Sporto heeft eraan meegewerkt. Flink een aantal vrijwilligers uit de groepen. Of uit de kernen. En we zijn zover dat we vandaag de officiële opening kunnen doen. Dus we zijn heel blij dat u daarbij aanwezig bent als wethouder ook. En ik zou zeggen, laten we eerst het plaatje onthullen. Ja. Dus... de tekst moet natuurlijk wel zichtbaar blijven, ja, als ik het eraf haal. Hè. Ja. Dan loop ik even om, dan kan ik het nog lezen ook, kunnen nagaan. Op deze staat inderdaad verbinding van mens en natuur. Wat bieden de vier jaargetijden jou? Ja. Ze willen dat ook eigenlijk als inspiratie gebruiken als je hier zit met iemand bekend of met een vreemde. Gewoon om het gesprek aan te gaan en om elkaar daar eens over na te denken en eens over te hebben. Mooi. Nou, naast deze opening willen we ook graag, de folders aanbieden die we hebben gemaakt per kern. Ja, dankjewel. En... Ja. De microfoon overnemen? Jazeker. Dankjewel. Ja, een mooie plek om hier te staan natuurlijk bij de opening van Denkske. Als je alleen al, de camera zou eigenlijk even weg moeten draaien om te kijken wat voor schitterend uitzicht je hier hebt als je hier zit. Nou, als je hier iemand tegenkomt, dan raak je gegarandeerd aan het praten, kan niet anders. Al is het alleen maar over het landschap, maar ook over allerlei andere dingen, denk ik. Ja, het is een heel mooi project, want eenzaamheid is echt één van de grote problemen in onze samenleving. Er steeds meer mensen vereenzamen en dan krijg je dit soort acties, zeg maar even, die daar een bijdrage kunnen leveren om dat te verminderen. En met name zie je eenzaamheid bij ouderen. Maar vergis je niet, ook jongeren zijn vaker eenzaam dan je denkt. En die bankjes, ja, je kunt hier zitten in je eentje, dingen overpeinzen en vroeg of laat, zeker altijd, komt dan iemand bij je zitten en dan kun je het gesprek beginnen. En soms is dat een kort gesprek, soms zit je naast elkaar met elkaar te mediteren en soms kan het een lang gesprek zijn. Ik denk dat het een mooi initiatief is. En waarom denk ik daar? Het is iets eigenlijk wat uit onze samenleving verdwenen is, de toevallige ontmoeting. Want we vinden dat we allemaal afspraken moeten maken voordat we bij iemand terecht kunnen. Nou, gewoon hier gaan zitten en iemand ontmoeten. En daarna zeggen, bij wijze van spreken, loopt even mee naar het wapen om een bekje koffie te doen. Dat is nog beter natuurlijk. Want dan komen nog meer mensen tegen die je daar kunt ontmoeten. Ja, een heel mooi initiatief. Alleen leven maakt het niet altijd even gemakkelijk. Ik denk dat... we verschillende dingen moeten bekijken om mensen uit hun eenzaamheid te halen. En nogmaals, die bankjes zijn daar zeker een mooi middel tegen. En ik hoop en ga er ook vanuit dat er veel gebruik van gemaakt zal worden. En deze routebeschrijving noem ik het dan maar even. Alhoewel het geen echte routebeschrijving is natuurlijk. Die kunnen daarbij helpen. Want daarmee kunnen mensen een wandeling maken. En
ook nog op verschillende momenten in die route andere mensen tegenkomen en mogelijk een praatje aangaan. En wat dan weer ook nog weer tot verder contact kan leiden. Want het hoeft niet eenmalig te zijn. Hè. Het kan best zijn dat je daardoor mensen ontmoet, waardoor je wat vaker met mensen gaat afspreken en daardoor je sociale kring weer wat uit kunt breiden. Dus al met al een hartstikke mooi project. En ik ben ga ervan uit dat het hartstikke succesvol zal zijn. Dank voor jullie komst en aandacht en we spreken elkaar weer.